ja, het was heel, heel impressionant. Ik vond het heel leuk om haar te zien spelen. Ik had natuurlijk al veel van haar gehoord en haar wel op tv en zo zien spelen, maar eigenlijk nog nooit echt live zien spelen, denk ik. En dat was wel ja, leuk om te zien. We hebben ook eens samen geluncht een keertje met Raymond, met haar coach. Ja, leuk. Leuk om te zien dat ze in een goede sfeer zat. En ja, alleen spijtig dat die kuitblessure haar nu wat van de baan houdt. Maar ja, leuke ervaring. Dat is altijd mooi meegenomen in een Grand Slam tegen zoveel goede spelers te kunnen winnen. En om dat mee te nemen naar het volgende. Wat vind je dat zij goed doet? Ik denk dat ze een stuk fitter staat dan een aantal, bijvoorbeeld een jaar geleden of zo. En ja, ze is ook heel, heel zelfbewust op de baan. Ze speelt, doet gewoon haar ding. En ja, ze heeft hele harde, diepe slagen. Dat maakt het voor de tegenstrever wel moeilijk om daar onderuit te kunnen.